De reden voor, de, voor het opschorten van het beraad, dus zeg maar het reactiveren van het beraad, heeft ermee te maken dat zaken die vanaf het begin van het collegejaar afgesproken waren, wederom niet zijn aangekomen. En dat heeft te maken met een viertal punten. Die uitbetaling voor de coördinatoren, daaronder vallen de AOC's en OC's, die is tot nu toe is dat nog niet voltooid geworden. Ander ding is, is dat voor de fulltimers hun overuren, maar ook voor de parttimers hun lesuren nog steeds niet uitbetaald zijn. En voor wat betreft het pad naar OO, BISA, onderhandelingsorgaan van de overheid, is dat pad nog steeds niet in orde gemaakt. Dus om die reden en steeds hebben we... Maar wat was met de minister toen afgesproken? Dus al deze viertal punten zouden geïmplementeerd worden. En had hij ook gezegd wanneer? Ja, dus het zou eigenlijk al vanaf december moeten plaatsvinden. We hadden daarover goede afspraken gemaakt in september of oktober, september. Dat voor december zou gebeuren. December is dat niet gebeurd. Toen vervolgens in begin van het jaar, ik dacht het was in januari. Maar in ieder geval sowieso weer was dat het geval. Januari of februari was dat het geval. Vervolgens was dat afgelopen maand weer het geval. Dus het leek erop alsof we aan het lijntje gehouden worden. En steeds horen we eind van de maand. We hebben formele communicaties en ook informele communicaties proberen te bewerkstelligen. Echter heeft het niet mogen baten. Jullie krijgen geen antwoord van de minister? Nou, we hebben bij sommige gesprekken formeel gecommuniceerd met de minister. En bij sommige gesprekken, correspondenties, was dat middels werkgroepen. Bij andere gesprekken was dat via de RVT. Maar ja, het lijkt zo een situatie te zijn alsof je maar blijft schreeuwen en er komt geen verandering in. En wat nu? Jullie zijn dus per vandaag in actie. Willen jullie worden opgeroepen? Willen jullie dat er meteen invulling wordt gegeven aan wat er is afgesproken? Er moet meteen invulling worden gegeven aan de punten, de viertal punten die ik zojuist heb opgenoemd. We zijn al bezig. Weet u, meneer Treudeman, het is gewoon belachelijk dat er wordt gewerkt al 8 maanden lang. En dat mensen waarvoor er gewerkt wordt, dat ze niet worden uitbetaald. En dat is gewoon super ongebruikelijk. En wanneer je dus aan de actie gaat, heb je dat meestal de regering direct naar de groene tafel wil. Maar misschien moeten wij een keertje gaan overwegen als vakbonden in Suriname, om juist het omgekeerde te gaan doen. Om misschien juist de overheid voor het gerecht te gaan dagen. Want zij blijven steeds in gebreken. Je kan niet werken en niet betaald worden. Dat is gewoon onkan. Toch, en de wettelijke regelingen zijn duidelijk daarover. Ik dacht dat je 150 of 200% of zo daarop zou kunnen aanspraak zou kunnen maken als een werkgever te laat is met het uitbetalen. Dus weet je, we hebben al die tijd rekening gehouden met bureaucratische processen van de overheid. Maar dit duurt gewoon echt te lang. Okay. En ik vind als minister van Onderwijs moet er eindelijk eens een keertje leiderschap getoond worden als er sleutelorganen zijn binnen jouw departement die ervoor moeten zorgen dat alles in place komt. En het gebeurt niet. Dan moet je een keertje daadkracht tonen. Dat houdt leiderschap ook in, toch?